Op de satellietfoto zien we wat bewolking boven het noorden van het land. In de rest van het land lijkt het helder, maar op sommige plaatsen zit mist en dat wordt door de satelliet s'nachts heel moeilijk opgepikt. Nou, die mist waar we vanochtend mee starten, die lost al vrij snel op. En uiteindelijk loopt de temperatuur op naar waarde overal boven het vriespunt. De temperatuur die blijft vanmiddag steken op 8 tot lokaal 10 graden, afhankelijk van de hoeveelheid zon die er schijnt. En het blijft zo goed als overal droog. Alleen in het uiterste noorden van het land valt mogelijk een enkele lichte regenbui. Verder is er weinig wind, meestal. Zwak tot matig uit zuidelijke richtingen. Vanavond zijn er wat wolkenvelden aanwezig, maar ook brede opklaringen. En Met name in die brede opklaringen koelt het snel af. En vooral landinwaarts is er vannacht opnieuw kans op lichte vorst. Morgen start het droog en met in het binnenland ook ruimte voor de zon. Later op de dag is het bewolkt en valt van het westen uit op steeds meer plaatsen regen, en warmer dan een graad of 7 wordt het op de meeste plaatsen niet. Ook in de dagen daarna blijft het wisselvallig met met name op dinsdag stevige buien met kans op hagel en onweer in de kustregio's. Woensdag en donderdag zijn de buien wat minder intensief. Woensdag is dan de warmste dag met hooguit een graad of 8. Vanaf donderdag wordt het weer een stukje koeler. Mijn naam is Wilfried Jansen en ik wens u nog een fijne dag.